Hoi, wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuw Hoogtesnieuw van woensdag. Ah, 9 juli! Het is echt verschrikkelijk weer in Amsterdam, maar ik ga naar een toffe locatie toe, namelijk naar de Young Label Atelier. Daarin hebben mensen, jonge ondernemers, modeontwerpers, kunstenaars, noem het maar op, een kelder omgebouwd tot winkel. Helemaal te gek. Kom, ga even kijken. Ik zit hier naast twee hele leuke meiden en ik wil van jullie weten, hoe zijn jullie hier begonnen? Ongeveer een half jaar geleden, denk ik nu. Ronja en ik, ze kennen elkaar van festivals en markten waar we onze spullen verkochten. En in de winter wisten we niet waar we moesten staan om onze spullen moesten verkopen. Dus toen dachten we gaan iets vinden waar we gezamenlijk met meerdere ondernemers onze spullen kunnen verkopen en laten zien. Waarom moeten mensen hier naartoe komen? Het is gewoon een heel gezellig sfeertje. Ik ben ook startende. Ik ben vanaf januari hier gekomen. En echt, het is heel knus en leuke hippie-stijl hier. En iedereen zit hier gewoon een beetje te knutselen. Ja, ik zou gewoon komen. Nou, kom op. Zullen we er even aan gaan kleden? Ja, gaan we doen. Kom. Nou, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Voordat ik het vergeet, afgelopen maandag was ik bij Fashion Week. Bij een fashion show van modeontwerper Alan Vos. En ik heb natuurlijk voor jullie een heel te gek filmpje gemaakt. Check it! Zoals jullie zien, ik ben er helemaal klaar voor. Dat regenachtige weer kan me lekker gestolen worden. Ik ga gewoon in deze te gekke outfit lekker naar een festival toe. Maar voordat ik het vergeet, ik had natuurlijk nog een prijsvraag van vorige week. En ik heb een winnaar gekozen. En dat is Pim Heijnen. Deze komt naar je toe, Pim. En ja, misschien had je het al gezien. Ik heb hem natuurlijk lekker omgedaan. Want ik vind hem te gek voor het WK natuurlijk. Want vanavond gaat Nederland voetballen en we moeten winnen. Dus allemaal lekker achter de buis en moedig even onze boys aan. Hey, ik ben er volgende week weer. Doei!